Edsteleum kwam in. René van den Kerkhoff komt door, Lubse staat daar. En een kans in het doelpunt van PSV, het doelpunt van Gerry Dijkers. Voorzet, Willy van der Kuilen. Lubse. Brands was de bedoeling. De kans nog voor Dijkers. Doelpunt. Gerry van der Kuilen voor rust teruggetrokken op het middenveld. Nu in de spits, hier is een vrije trap. Daar is Eddie Kruijtel, daar komt Dijkers. En hij scoort, 2-1 voor PSV. Nu moest Dijkers zelf, omdat die buitenspel weer overging. Gerry Dijkers. En hij scoort. Wat een knap doelpunt. Wat een beheersing in het spel van Gerry Dijkers op dit moment in de 11e minuut. Gerry Dijkers brengt PSV op 4-0.